Vitesse zegt de kwestie hoog op te nemen, maar vindt ook dat stewards adequaat hebben gehandeld. De eerste is natuurlijk goed om te constateren dat onze stewards direct hebben ingegrepen bij de wedstrijd al. Dus ze hebben die groep erop aangesproken en dat is ook na 10 seconden is het ook weer wel direct gestopt. Dat is goed om te constateren, maar nu is het toch degene die het gedaan hebben kijken of we die kunnen vinden. Vitesse krijgt hulp van het Openbaar Ministerie en roept getuigen en ook daders op zich te melden. Ook zocht de club direct contact met de KNVB. Ik vind het heel positief dat Vitesse ogenblikkelijk open stond voor contact met ons. En dat Vitesse eigenlijk heel actief meteen de zaak heeft aangepakt. Dus Vitesse heeft gezegd, we gaan aangifte doen bij de politie. Vitesse heeft gezegd, wij roepen getuigen op om zich te melden bij ons. Om te vertellen wat er is gebeurd en wie het hebben gedaan. Dat komt wel goed over, omdat je kan ook achterover op een stoel gaan zitten wachten. We weten wat voor impact het kan hebben op een speler. We hebben zelf een heel aantal spelers natuurlijk die ook wel eens aangesproken worden. Dus wij zullen er ook alles aan doen om dit te vermijden binnen ons stadion. Het heeft mij nooit uit mijn spel kunnen brengen of het heeft mij nooit kunnen raken, dit soort dingen. Ik heb altijd de keuze gemaakt om hier als speler niet en als trainer niet, om hier heel lang stil bij te blijven staan. Want ook daarin kan je zeggen van moet je dat soort mensen wel de aandacht geven. Ja, zegt de ene. De ander zegt weer nee. Dan moet je gewoon lekker links laten liggen. De kans is groot dat de aanklager van het betaald voetbal een uitgebreid onderzoek instelt. Dat lijkt mij ook, maar ook daarvoor geldt eigenlijk de formele zin. Dat moet de aanklager zelf bepalen. Maar je zou zeggen op basis van wat er nu ligt zou ik dat niet gek vinden. Vitesse zal de daders een stadionverbod opleggen. De club krijgt van de KNVB mogelijk een geldboete.